Ik moet mijn excuses aanbieden voor iets mindere kwaliteit van deze video. Ik wil jullie gewoon snel de content geven van de FIFA 17 webapp. En ik denk dat dit ook wel het leukste is om te laten zien. Hier zie je hoe je makkelijk kan handelen. En ik heb hier al prettig veel winst op gemaakt. Ik zit al bijna rond 10k. Dus sorry voor mindere kwaliteit, maar hopelijk is het toch een goede video. Yo kijkers van Twitter, mijn naam is Simon, welkom bij een gloednieuwe video. Zoals je merkt aan mijn stem is hier een beetje naar de klote. Ik neem dit heel erg laat in de avond op, letterlijk heel laat. Daarom is er ook geen facecam en daarom is het ook anders. Maar zoals jullie weten is vandaag, of ja gisteren dan voor jullie, de webapp uitgekomen. En kunnen we dus gaan handelen en packs gaan openen op FIFA 17. Ik heb al een paar trades tutorials, ik wil jullie gewoon heel erg graag laten zien. Zelf vind ik ook dat de kwaliteit van deze video iets minder is, omdat er geen webcam bij zit. Ik had namelijk wel een hele chille stream gisteren, waar we ook nog even momentjes boven de 200 kijkers waren. En jullie wilden graag weten hoe je goed kon handelen op FIFA 17 en hoe je op de webapp kwam. Hoe je op de webapp komt, dan moet jullie even verwachten. Maar waarschijnlijk mag morgen pas, of ja, vandaag vlam voor jullie, iedereen op de webapp, mag je er nog steeds niet op. Dan moet je of wachten tot FIFA daadwerkelijk zelf uitkomt, of je moet geluk hebben en het gewoon eventjes blijven proberen. Ik ga in ieder geval vandaag een paar handels aan jullie laten zien. Zoals je ziet heb ik op de account 2k, straks van de kijker. Zijn linkje staan in de beschrijving. Kijk vooral even naar hem, want hij is super awesome. Hij heeft het account voor de stream gegeven en het mogen blijven gebruiken voor opnames. Dus ik ga je laten zien hoe je dan coins maakt op dit account. Dus er is één methode die ik zelf wil laten zien. In de stream heb ik hier deze drie bijvoorbeeld gekocht voor 350. Ja, deze heb ik een doorverkocht voor 350, omdat ik snel nieuwe coins wilde hebben. Maar deze is doorverkocht voor 400. Dat is 50 coins winst. Met die twee erbij maak ik nog altijd een klein beetje winst. Ik heb deze ook gekocht voor 350 en dat is ook gewoon makkelijke winst. Ik probeer hier allemaal te kopen voor 300. Zijn allemaal overboden. Maar hoe kan je nou makkelijk die coins maken? Dan. Want ja, als je natuurlijk tijdens de stream handelt, dan gaan veel mensen die overbieden. Omdat ze dan zien dat je makkelijk winst kan maken. En dan denken ze van ja, weet je Timo, ik kan ook winst maken als ik gewoon 100 coins meer bied. Maar als je hier bijvoorbeeld kijkt, goud BPL 350 staat helemaal vol met spelers. Dus wat mensen dan denken, is natuurlijk van je kan ook gewoon hier 300 opzoeken. En je kan hier ook gewoon gaan zoeken. En wat je heel veel spelers, dit soort spelers, zijn gewoon meer waard. Die Barogan, of ja, Barogan, ik geloof dat je hem zo uitspreekt, is 400 coins waard. Bied je 350, wat maak je winst? Je moet wel wachten met het verkopen van deze speler. En dat is gewoon heel erg slim. Wat nog slimmer is, is om spelers als, bijvoorbeeld, ja, Vorm heb ik een paar keer voorbij zien komen voor 400 coins. Als je die nu kan kopen, doe het zo snel mogelijk. Als je hem kan kopen voor 400 coins, doe het. Echt, ik meen het. Deze Michiel Vorm, ik weet niet hoe die echt heet, is supergoed. 79, 76, 76, 84, 77. Deze keeper zal 2k gaan worden. Dat hij niet meer is op FIFA 17 als hij echt uit is. Dat is een ideale keeper om in je startersteam te hebben voor de BPL. Natuurlijk kan je hem linken met spelers als... met alle BPL spelers, maar ook al spelers zoals Bruma of De Vrij of allemaal van dat soort spelers. Want die zijn natuurlijk ook nog niet al te duur, omdat die wel gewoon ja, chill zijn en goedkoop zijn. Zoals je ziet, 650 coins kan je gewoon kopen. En snap je, dat zijn gewoon spelers die je in mind moet hebben. Van dat soort spelers worden gewoon heel duur dadelijk op FIFA 17. Er zijn heel veel van dit soort spelers waarvan je weet van ja, die zijn op FIFA 17 heel erg duur. Je FIFA Legends als Ibarbo bijvoorbeeld zit hij in de game eigenlijk. Ja, Victor Ibarbo. 75 reden, je weet gewoon van Ibarbo, die zal op FIFA 17 echt wel dik gaan stijgen in zijn prijs. 92 pace, dan weet je gewoon dat je al duur zal gaan worden. Hij is ook maar 750 coins waard, het beste kan je nu gewoon op hem bieden en kan je hem proberen te krijgen. Stel je zou hem krijgen voor 750 coins, dan kan je hem gewoon gaan doorverkopen voor redelijk wat winst. Zoals je hier ziet kan je hem doorverkopen voor 900 coins, dan wordt hij waarschijnlijk ook nog eens verkocht ook. En nu is het wel eigenlijk alleen maar zo dat heel veel mensen spelers kopen, of wil verkopen, en bijna niemand koopt spelers. Dat is gewoon puur omdat bijna niemand coins heeft en bijna niemand geld heeft. Wat je kan doen is coins kopen, dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Je kan geloof ik nog geen FIFA points kopen, dus dat is nu nog geen optie. Of je moet zelf heel erg goed zijn aan handelen, en dat kan het beste op dit moment met de BPL methode. Hopelijk vonden jullie een makkelijke trades methode. Ik ga nog even kijken of ik wat deals kan oppakken voor jullie, zodat jullie ook echt goed zien dat het werkte. En dan, hoop ik dat jullie een chille video vonden, want ik wil toch wel... ook een beetje terug gaan naar traden. En ik weet dat deze methode ieder jaar goed werkt. En iedereen wil natuurlijk op het begin van FIFA een team maken dat bestaat uit BPL spelers. Zoals je ziet ben ik bij de 25e minuut. En jij hebt natuurlijk normaal wel een beetje wat tijd. En je moet dit soort spelers gaan zoeken. Die Pie of ik weet niet hoe ik zijn naam precies uitspreek. Links en rechtsachter zullen altijd heel duur worden. Dus ja, ik bied er trouwens 350 op. Want deze is wel erg goed. 72 pace en 72 dribbling. Dit soort spelers worden ook 2k wat als de game daadwerkelijk uitkomt. Dat zijn gewoon goede spelers. Die heel veel mensen willen hebben. Als ik begin met FIFA dadelijk. Wil ik echt wel zo'n speler op mijn linksachterpositie hebben. Kijk nou hoe goed die is. Deze drie stats zijn gewoon echt prima om te hebben in je beginteam. En dat soort spelers zullen dus ook echt wel heel duur worden. En dat soort spelers moet je gaan zoeken. Dat soort spelers zijn... absoluut spelers waar je super fans op kan maken. Jullie Pierre dan ook. 350 is wel echt prima. Als de stats zijn boven de 70.
iedereen wil dit soort spelers hebben. En dat is heel erg slim om te doen. Dan hoeft het niet eigenlijk BPL te zijn. Kan iedere competitie zijn. Doe het vooral heel veel. Je maakt er heel veel winst op. Hopelijk hebben jullie er wel aan gehad. Vond je een leuke video? Doe je allemaal een blauwpje omhoog. Subscribe op Liptrinity. En dan zie ik jullie allemaal snel bij de volgende FIFA 17 webapp of demo video weer terug. Ik heb super veel zin in FIFA 17. Ik hoop jullie ook. En ik zie jullie snel weer. Als jullie meer training tutorials willen, doe dan vooral ook allemaal een blauwpje omhoog. En als jullie iets niet begrijpen, zet het in de comments. Dan reageer ik en dan help ik je. Later. Sorry voor deze misschien iets meer rommelige video. Maar toch, hopelijk heb je wat aan gehad.